Mathieu van Derpoel blijft ongenaakbaar in de wereldbeker dit seizoen. De 22-jarige veldrijder uit Nederland was zondag ook de beste in het Deense Borgense. van der Poel, die in de laatste ronde niet meer voor luid te gaan, had op de streep 8 seconden voorsprong op de Belgische wereldkampioen Wout van Aert. Die tweede werd. Hij rekende in de laatste ronde af met zijn landgenoot Toneertes. De Nederlander Laars van de Hou reed op 47 seconden van de winnaar naar plek 4. De 22-jarige van Der Poel won in september en oktober al de eerste drie wereldbekers in Iowa City. Waterloo en Kok zeiden. In totaal was hij de beste in 12 van de 15 crosses waar hij aan de start verscheen. Het was deze week nog even onzeker of de Brabander mee kon doen in Bogente omdat hij vorig weekend bij de superprestige cross in Ga voor een knieblessure opliep. Maar daar leek de Nederlander op het lastige en spectaculaire parcours aan zee in Denemarken geen last meer van te hebben. Mijn voorbereiding was inderdaad niet optimaal, vertelde Van der Poel na zijn imposante optreden. Hij bleek zaterdag tijdens een training nogmaals op de gekwetste knie te zijn gevallen. Er was een hechtingen losgeschoten, maar ik heb er vandaag toch niet veel last van gehad. Het kostte me hooguit wat moeite in het begin om in mijn ritme te komen en om de goede lijnen te vinden in het parcours. Versnelling. Al in de eerste ronde ontstond er een kopgroepje met Van der Poel, Van der Haar. Eert en Van Aert. na een kwartiertje koers zorgde een versnelling van Eert voor een nieuw schifting. De Europees kampioen van vorig jaar kreeg alleen Van Der Poel met zich mee en samen sloeg als een gatje op Van Hout en Van der Haar. In de vijfde van negen rondes wisselde Eert van Fiets in de materiaalpost en Van Der Poel maakte van die gelegenheid gebruik om een paar seconden weg te rijden bij de Belg. De Nederlander had al snel meer dan tientallen op zijn concurrent, waarmee de beslissing in de cross wel gevallen was. Achter de dominante koploper ging Van Hout even over Eerts heen. Maar de Belgen kwamen uiteindelijk samen in de slotfase. In de sprint om de tweede plek rekende van Aert af met zijn landgenoot. Vrouwen bij de vrouwen ging de zegen in Bogense eerder op zondag naar zwane kant. De Belgische hield de Britse hele Wieman 9 seconden achter zich. De Amerikaanse keitikoeg werd op 48 seconden derde. Kant boekt haar tweede zegen in de Wereldbeker dit seizoen. Na winst in het Amerikaanse waterloo eind september. De wereldkampioene is ook de leider in het wereldbekerklassement. De Nederlandse Savvy de Boer. Voor de Cross in Denemarken de nummer 2 van het klassement kwam al vroeg in de wedstrijd ten val. Ze finishte pas alszelfde. laatste. Maud Kapteins, winnares van de vorige Wereldbekercross in Kokzijde, ontbrak wegens een knieblessure.